Eeuw, is dit ook echt speeksel? Het is dat speeksel. Ah, godver, heb ik jouw speeksel aangeraakt? Ik denk het. You were always the best. Nobody ever came close. You define the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Daniel. Tom. Agent 47 is terug. En jij mocht aan de gang met onze original assassin, Hitman. Silent assassin. Ja, het leuke is dat het staat haaks op hoe jij bent. Ja. Je ziet hem hier staan uit de Collector's Edition. Hij is behoorlijk gladgeschoren. Kalend. Ja, daarom dachten we, die sturen we naar Daniel, die game. Want dat past zo goed bij die jongen. Ja, nee, het is, Hitman is terug en er is veel om te doen geweest. Want heel lang heeft Square Enix gezegd, nee. Het is geen episodische game, het is één grote volle game. Wat blijkt later, wij zeiden het al heel vroeg, het is dus wel een episodische game. Ja. En episode 1 is uit en dan gaan we naar Paris. En ik wil van jou weten, hoe was dat? Vet, oké. Okay. En door. Verdikt jongens, klaar. Conclusie, dat was hem. Ja. Nee, even serieus. Het wordt een beetje omgegooid. Ze gaan een hele andere richting. Hoe werkt dat? Hoe is de setting, zeg maar? Hoe probeert die game een beetje zichzelf op te bouwen? Nou, Hitman bouwt zichzelf eigenlijk een beetje opnieuw op. Als je het game start, ga je 20 jaar in de geschiedenis. Dus het lijkt een beetje een reboot. De origin story. De origin een beetje. Ja. Je gaat 20 jaar terug. De ICA, de International Contract Agency, die wil je inlijven, zeg maar, als huurmoordenaar. Want je bent eigenlijk een kloon. Een gerenommeerde huurmoordenaar. En die willen ze inlijven. En je moet wel testen doorstaan. En eigenlijk, volgens mij, de baas die is nog niet helemaal overtuigd. Want je bent eigenlijk gewoon een stoïcijnse killer. Ja, killer. Wacht, houden ze nog wel vast aan het hele kloon gebeuren? Want ik geloof dat in Hitman 1 of 2 zat ook al een keer die origin story. Houden ze dat aan, dat hij een kloon is? Nog niet. Oh, okay, maar dat is dus in episode 1 het geval. Je krijgt een soort van rode draad van het verhaal. Er zit nog geen climax in. Je krijgt een paar cutscenes te zien met een paar nieuwe vage personages en het is allemaal nog mysterieus. Het blijft een beetje in het ongewisse. Okay. Maar het is wel heel tof om even een beetje soort van die origin te zien. En daarin borduren ze voort en maken ze eigenlijk een soort van vlechtwerk dat de MI6, de Britse geheime dienst die je ook kent uit James Bond. Yeah. Die heeft, zeg maar, een contract voor jou. Die wil jou, zeg maar, inlijven voor een missie in Parijs. Oké. En dan word je erop afgestuurd. Maar wacht, dus je werkt niet voor de ICA? Ja, je werkt wel voor de ICA, maar de MI6 heeft jouw hulp nodig. Oké. Omdat, zeg maar, de ICA heeft nauwe banden met FBI, CIA, MI6 en dat soort organisaties. Oh, zodoende. Je wordt een soort van uitgeleend. Precies. Want wij hebben een coole killer, alsjeblieft. Ja, neem hem even. Ja. Oké, maar we gaan dus naar Parijs en dit is dan de eerste episode. En uiteindelijk is dus het hele gedoe ervan dat je meerdere episodes hebt waarmee je over de hele wereld gaat, verschillende targets neerhaalt. Maar hoe is het in Parijs? Heb je daar al een beetje het idee van dit werkt of dit werkt niet met dat hele episodische blokjes gebeuren? Dat is nog wel moeilijk te zeggen, maar de eerste episode is ontzettend vet. Het is natuurlijk wel een soort van proloog, dus je krijgt twee tutorial missies en je krijgt de hoofdmissie in Parijs. En de setting is echt enorm. Je denkt dat je alleen maar een paleis krijgt, maar je krijgt ook nog een stuk waar de helikopter landt. Je krijgt kelders die je kunt onderzoeken, je krijgt tuinen. Het is echt een enorm gebied en echt na meerdere speelsessies kwam ik gewoon nog nieuwe ruimtes tegen, nieuwe kamers, vond ik nieuwe wapens, vond ik opeens ergens anders gif of een item om, zeg maar, weer in een hele andere ruimte iets te laten donderen of iets te uitpluizen. Dat is wel die oldschool Hitman, dat jij je pluist een beetje de hele omgeving uit en dan heb je zoiets van, oh, ik kan dit gebruiken om het een accident te laten lijken, of ik vind hier gewoon een dikke machinegeweer waarmee ik iets kan flikken. Precies, legio mogelijkheden. Ja. Dat is ontzettend vet aan Hitman, want ik speelde. Kijk, mensen kennen natuurlijk Parijs al een beetje en die tutorials, het was best wel uitgebreid en zeker de eerste speelsessie denk je, ja, okay, ja, wel cool. Maar als je dan de tweede, derde, vierde, vijfde keer speelt, natuurlijk, het blijft Parijs.
Dat moet gezegd worden. Oui. En voor één episode is de content misschien wat karig. Want het is één level, het is één stuk. Maar ik had zelfs na zoveel speelsessies kwam ik nog nieuwe elementen tegen. Trok ik een nieuw pakje aan en kon ik met een kelner kon ik daar komen en met een bewaker kon ik daar komen. En ik kreeg zelfs een vermomming waarbij iedereen zei, die zijn gewoon mijn naam. Oh, okay. Ze dachten dus dat ik die ene persoon was en daarmee kon ik zo'n beetje overal komen en, ah, okay. en kon je langs bewakers. Wat een leuke nieuwe tattoo heb je op je achterhoofd. Precies, ja, sinds wanneer heb je die? Ja, ja. Ja, maar dat is gewoon ontzettend gaaf om te ontdekken van hey, wat kan ik als hitman wel, wat kan ik niet en welke vermommingen moet ik aangaan om een drankje te vergiftigen of een mes te pakken of een explosief te plaatsen of om het op een ongeluk te laten lijken. En dat is vet, want je kan de missie, ik heb hem op een gegeven moment heb ik hem echt binnen een uur gehaald. Dus in dat opzicht. Maar dat is relatief snel? Of is dat? Dat vond ik relatief snel. Oké. Okay, maar het kan nog sneller hoor, dat weet ik zeker. Speedrun, precies. Ik denk, dat als er een speedrun is en je weet alle paden inmiddels te vinden, dan is het best wel te doen. Binnen een uur, maar. Dat is wel de hele game die je tot dusver aan het review bent. Dus eigenlijk gewoon een game van een uur. Met dan in de hoop dat er dan later meer bij komt. Maar ja, wat ik dan vooral hoop is dat die volgende episodes ook dit aanhouden. Dat het wel lange missies zijn met veel mogelijkheden en genoeg te doen, weet je wel. Maar het is. Ik denk dat het ongeveer gelijk blijft, want ik heb episode 2 en 3 al gezien. Oh, natuurlijk in Parijs. Ja, in Parijs. In het echte Parijs heb ik episode 2, Sapienza, Italië, een dorpje. Dan moet je ook weer een bepaalde villa pakken. Dat is bijna net zo groot, alleen loop je door een heel dorpje en krijg je weer die mogelijkheden. De derde episode is Marrakesh, heb ik nog niet gespeeld, maar heb ik wel gezien van oké, dit is echt gigantisch en dan krijg je ook een beetje een beeld van wat je weer moet doen. Dus de opbouw is overal hetzelfde, maar wat ze in elke episode ook gaan doen, in Parijs heb je 2 targets, die lopen op verschillende plekken. En hoe langer je speelt, kijk je kan hem binnen een uur uitspelen, maar dan pak je ze elke keer op hetzelfde, op dezelfde locatie. Ze hebben een routine, neem ik aan. Ze hebben een routine en op een gegeven moment verandert die, want er is natuurlijk een modeshow gaande. Ja. Er is corruptie, dus je hebt 2 targets, 2 organisatoren van die hele modeshow, / veiling, / feestje. En die lopen op verschillende plekken, maar hoe langer je wacht en als je bepaalde dingen uitvoert, dan pakken ze een andere route. Dus je kan hem zeg maar verlengen en daardoor kun je een moord heel anders plegen. Dan kun je zeg maar. De kunst van het afwachten en dan uiteindelijk een andere tactiek toepassen. Precies. Ja, okay. En verder heb je online een stuk dat je eigen contracten kunt maken. En dan kun je heel veel NPC's kun je als target aanwijzen. Ja, dus je kan zelfs ook bepaalde guards kun je aanwijzen van oké, dat wordt je target. Als optioneel moet je die killen als een technische staf. Met een fiberwire. Of met een hamer. Kijk, ik heb het niet gespeeld, maar voor mij klinkt dit als een hele goedkope manier om de gameplay alsnog te verlengen. Door gewoon te zeggen, spelers, pakken jullie maar een paar targets uit en ga daar maar iets leuks mee doen, zodat de rest het ook kan spelen. Want in deze krijg je een uur gameplay aangeboden. Misschien iets langer, misschien iets korter. Ja. Maar ja, ik weet niet, wordt dit echt een functie die je gaat gebruiken? Als je denkt van ik heb het uitgespeeld, ga ik nou gewoon wat contracts van het internet afhalen? Ik heb het een paar keer gedaan en natuurlijk het blijft Parijs. Maar dan heb je, dat is een beetje het knaagt inderdaad wel erg. Dat ik denk van de content is schaars, maar anderzijds, hoeveel mensen spelen Call of Duty of Battlefield duizenden keren op dezelfde map? Dat verveelt ook niet en deze missies, door die legio mogelijkheden kun je wel de missie elke keer anders aanpakken en elke keer een andere route pakken. Want zelfs na de derde, vierde, vijfde keer kwam ik gewoon nieuwe plekken tegen. Dacht ik van shit, dit level is echt best wel sick groot. Ja, en doordat je op weet ik hoeveel mogelijkheden kunt killen, heeft het een beetje 2 kanten. Het is ongelooflijk vet, maar de content is wat schaars. Wat er binnenkort wel nog aankomt zijn de elusive targets. Die biedt de ontwikkelaar zelf aan. Dat zijn eigenlijk targets die in Parijs verschijnen en die moet je binnen 48 uur killen. En hoe je dat doet, dat is 48 echte uren. Die worden in het weekend aangeboden. Als je ze niet haalt, dan verdwijnen ze altijd. Ja. Dat hebben ze ook ooit in de trailer. En op E3 hebben ze dat allemaal geteased. Dat is dus die hele Android World of Assassination. Dat je
Nu in Parijs, volgende maand in Sapienza, ja, daarna okay. in Marrakesh. En zo zijn er 7 episodes. Ja, als je de season pass koopt, is het €60. Dan krijg je de volledige game. Ja, precies. Ja. De eerste episode is 15 en daarop volgend wordt elke episode €10. Dus de season pass is wel goedkoper. Dat natuurlijk altijd, maar ja, dan moet je nu inzetten. Maar voor jou het vooruitzicht lijkt er dus wel op dat het goed wordt. Want dit level is groot, de mogelijkheden zijn, nou ja, we zullen niet zeggen eindeloos, maar flink, zoals een Hitman game betaamt. Absoluut. Maar jij denkt dus ook dat de volgende afleveringen, in ieder geval die 2 volgende, en dat daarna, dat ook wel goed zit met de grootte van de levels en de mogelijkheden. Ja, zeker omdat je naar heel veel verschillende plekken gaat. Kijk, als het elke keer eenzelfde soort setting is. Maar Marrakesh, Parijs. Precies, je gaat de wereld over. En er is een bepaalde rode draad van het verhaal. Daar vond ik nog niet echt een climax in zitten. Ik vind het wel leuk dat je een rode draad zegt. Ik denk dan meteen aan zijn stropdas. Maar. Nee, maar dat blijft nog een beetje vaag. Maar dat verwikkelt zich wel tot een verhaal uiteindelijk. En ik ben gewoon benieuwd hoe zich dat uitbreidt. Want het heeft ook te maken met de oude moorden uit de oude Hitman. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat uitpakt. Maar daar mogen ze in de volgende episode gewoon wat meer over uitweiden. Ja, het zou wel leuk zijn als het verhaal wel weer een beetje verbreedt. Ja. Want ik vond de eerdere Hitman games juist ook wel leuk. Dat we nog, weet je, het zijn random moorden, maar uiteindelijk loopt er wel een mooi verhaal doorheen. Dat vond ik heel gaaf en Blood Money. Dus. Ja, concluderend. Ik weet niet of we echt van een conclusie kunnen spreken. De gameplay is goed. Het speelt echt als een Hitman game. Het is groot. Er zijn veel mogelijkheden. Maar het is 1 level at the moment. Ja, dus jij somt het al op. Ja, het is heel moeilijk om een conclusie aan te prikken, denk ik. Maar goed, Hitman speelt wel soepeler dan ooit. Dat moet ik wel even zeggen. Oh ja. De game ziet er goed uit. Het is niet baanbrekend. Maar de sfeer is echt beklemmend. Goede muziek. Het is spannend. Legio mogelijkheden. Het is natuurlijk wel 1 level, maar een heel groot level. Dus er zit een beetje 2 kanten aan. Content is schaars, maar het speelt zo ontzettend fijn dat je eigenlijk na weet ik hoeveel speelsessies toch best wel een goede ervaring hebt. Zeker, kijk, ben je geen diehard fan, dan speel je de missie 1-2 keer, dan is €15 misschien wel prijzig. Maar heb je zoiets van, ik ga dit gewoon wat vaker spelen. En je hebt meerdere uren gameplay en je speelt hem op verschillende manieren, dan is €15 eigenlijk niet eens zoveel geld voor meerdere uren gameplay. Nee, oké. Maar ja, of je dan voor die €60 moet gaan, dat ligt er dus een beetje aan. Ja, hou gamers net in de gaten, want ik neem aan dat jij de andere levels uiteindelijk ook allemaal voorziet van een review. Episode 2 staat gepland voor april. En episode 3, weten we dat ook al? Als het goed is in mei. Moet in ieder geval voor de zomer komen de eerste 3 uit, dat is seizoen 1. En seizoen 2 begint na de zomer. Dan komen er nog 4. Dus houd gamers dat in de gaten, want Daan gaat langzaamaan kaal worden terwijl hij al die, al die games, al die delen reviewt. En vergeet het niet, we geven ook de Collector's Edition van Hitman weg. Dus als je denkt, ik wil geen €150 eraan besteden, maar ik zou het graag gratis willen hebben. Gamerset.nl, je kunt vanzelf zien waar we deze fantastische Agent 47 statue en het artboek en de stropdas en een gesp weggeven. En houd gamers dat in de gaten voor meer moordend plezier met Daniel en Agent 47. Wij hebben hem al aangeraakt. Ja. Oh, en episode 1 krijgt trouwens een 8. Netjes. Cheers. Welcome to a world of assassination. It is ever expanding, ever dangerous. It will never stop challenging you.